nummer 19? Ja. Dames, hebben jullie er zin in? Absoluut, zeker. Heel veel. Weet jij? Ik heet Kirsten. Oud? 19. Mag je meedoen, hè, vanaf 16. Nou, en jij? Ik ben Christine. Christine, werk jij hier bij Piet Pan? Wij werken allebei bij Piet Pan. Ja, met z'n tweeën. Ja. Hoe kom je nou om het idee om dit te gaan doen? Nou, je moet sportief zijn. En wij dachten, hoe kunnen we origineel en sportief doen? Tegelijk. Nou, zo ik denk dat het een goede match is geworden. Helemaal super. Kijk je maar dat deze het niet afwaait. Nou, die waait er niet af. Nee, dan komt het goed. Hey, maar als je nou elke week dit doet, dan heb je kans dat het volgend jaar nog strakker is. Wie weet. Want het is wel gezellig, maar hè? Ik doe dat toch niet op 11 centimeter. Nee? Nee, daar bedank ik. Zijn ze al gecontroleerd? Ze zijn zeker gecontroleerd, ja. Ze waren te groot. Te hoog. Te hoog, maar je mag toch meedoen? Ja, gelukkig wel. Hoe hoog zijn deze? 11 centimeter. Oké, en hoe hoog zijn die voor jou? Die voor mij zijn 9,5. Even omhoog die benen, ik heb het beter zien. Ja hoor, ik doe mijn benen wel even omhoog. Top. Hey, een van de twee kans voor €500. Wij doen het... Nee hoor. Nee. Voor de originaliteitsprijs gaan we. Wij doen het wie het hardste kan lachen. Hey, hoe vind je dit? Dat is Monika, zit in de organisatie. Ja. Hoeveel inschrijvingen zijn er? Ja, rond de 40 nu. Er komen 40 stuks. Er komen nog steeds mensen binnen. Ja, we hebben het nog op de radio omgeroepen vandaag. Dus, er komen nog steeds binnen. Dus ik ben Aram doet de presentatie, ik begrijp. Ja. Geef hem niet te veel bier. Anders wordt het helemaal niks, die presentatie. Hey, veel plezier en succes. Dankjewel. Nummer 27. Ja. Hallo, wie ben jij? Ik ben Marjolein Kempen. Waarom ga je nou zo zakken, Marjolein? Zo leuk als je zo lang bent. Dat doe ik, Even een onbeleefde vraag. Leeftijd? 18. 18. Ja. Hoe lang loop je al op dit soort hakken? Vanaf je 15e? Nee, deze heb ik van de winter gekocht. Ja, maar daarvoor liep je het overal op, want je moet toch getraind wijzen? Niet echt, nee. Niet echt? Nee. Heb je wel eens gehold op die dingen? Af en toe als ik te laat was, maar dat was het ook. Dus ik hoop dat het wat wordt. Dus als je 's morgens de trein moet halen, dan loop je heel hard op die dingen? Dus ik hoop dat, De reden dat je ingeschreven hebt? Omdat ik hakken super vet vind en ja, ik wil wel, ik gewoon, het lijkt me gaaf om mee te doen. Nummer 6, bij wie heb ik het genoegen? Met Sofieke. Sofieke, uit Schagen? Ja. Hey, wat is de reden dat je meedoet? Gein of gewoon echt serieus een prijsje winnen? Nou, het lijkt me allebei wel leuk. Allebei wel leuk? Ja. Wel, best vragen mag. 18. Als je nou 18 bent, hoe lang loop je dan al op hoge hakken? Toch wel een jaar of 4 zeker. Zo jong al? Vanaf je 4e of je loopt een jaar of 4? Ik loop een jaar of 4. Hoe kwam dat nou zo? Hoe ging het nou de eerste keer? Nou, ik begon gewoon heel laag en gewoon steeds hoger. Oké. En wat heb je nu aan? 12. 12. En kansen voor die €500? Nou, ik hoop het. Ja? Ja. Ga je ervoor? Ja, ik ga er zeker voor. 3, 2, 1, go! Ben je echt zo gevaarlijk als dat je eruit ziet vandaag? Ik ben wel heel gevaarlijk. Je moet met mij geen ruzie krijgen, want dan heb ik ze allemaal van tafel. Zou jij bijvoorbeeld op demonstratie Willem een keer een klein tikje kunnen geven? Ja, iets harder. Ik doe het heel voorzichtig, want hij moet nog de hele dag mee. Dus, Hey, maar Hollands Welvaren heb al meegedaan, het eerste ronde. Hoe ging het? Een echte schaagreis. Hoe ging het? Nou ja, de camera. Het ging voor mij doen. Ik ben helemaal niet getraind. Ik denk, doe mee voor de lol. En anders ga ik voor de originaliteitsprijs. Maar het viel vet tegen. Want normaal loop ik niet zo vaak op hakken, alleen bij speciale gelegenheden. Dus, Maar dit staat je goed hoor. Ja, het ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Wat is je naam? Maurena. Met de vriendin? Ja. Waar is die? Hoi. Wel een ongelooflijk getal, hè? Nummer 13. Ja, dat uitkijken. Jammer, hè? Ik vond het zelf ook een beetje jammer, nummer 13. Ik ben toch nieuwsgierig, want je mag vanaf 16 inschrijven. Hoe oud ben je? 21. Denk dat je een van de oudsten bent? Ik weet het eigenlijk niet. Nee. En hoe kom je erop om met z'n tweeën zo te gaan? Durfde lekker niet alleen. Okay. Lekker waard. Ja. Hey, een tweelingkoe. Hakken, hoogte. 10. 9,5. Goed gemijt, hè? Ja, en ik heb profiel, dus ik ga winnen. Ga je winnen? Voor ons staat er niemand minder dan een van de organisatoren, Patrick Braakhoff van Bar Dancing, het geveltje, de gevel. Patrick, hoe is het je bevallen de eerste keer? Nou, het is volgens mij een ongelooflijk succes. Ik hield mijn hart vast voor het weer, maar het is echt fantastisch mooi weer geworden. En wat verwacht jij dat het een jaarlijks terugkomend evenement is? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat volgend jaar hier de Nederlandse kampioenschappen gaan worden. Dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. Voor ons staat de nummer 29 en er zit er ook nog een naam achter. Maaike. Maaike, kom je uit Schagen? Uit Schagen. Hey, moet je horen, doe dat niet zeer?
Nee. Als je echt hard moet rennen of zo'n ding? Nee, alleen je komt gewoon niet vooruit. Dat is het enige. Hey, Maaike, volgend jaar weer? Nou, misschien wel, ja. En dan met andere hakken. Nou, hoger. Hoger misschien? Nee, ik denk het niet. Hey, ik wens je veel succes. Geen prijs, hè? Nee, maar het meedoen gaat. Het gaat om de fun, hè? Het is de lol. Samen, 3, 2, 1, go! Albertine, heb jij gewonnen? Ja, ik heb gewonnen hoor. Warm of zo? Nee, ik ben niet warm hoor. Was een makkie voor je? Ja, dat was een makkie. Het geheim om deze stiletten run te winnen. Handbal, hè? Ja, handbal. En handbal je in Schaag of ergens verderop? In het veld bij Facebook. Oh. Ik ken die mensen natuurlijk, Facebook bij het veld. Ja. Willem had ook in het veld. Hey, maar wat is de reden dat je zomaar meedoet? Leuk, gezellig? Via, ik vond het wel leuk om mee te doen. Het is een lekkere geldprijs ook. Ga je ermee doen? Ga je een rondje weggeven in de kroeg in het veld? Nee, ja, dat doe ik niet. Nee. Ga je ermee doen? Geen idee. Moet je een nieuwe hak halen of zo? Moet je de Paisjouw straat? Ja, zie je wat Paisjouw, hè? Ja, ja, ik heb begrepen dat ze na volgend jaar ook de winnaar automatisch doorgaat naar de Paisjouw straat. Oké, okay. Dat doe ik er mee, hè? Mark 15 is sponsor. Mark 15 gaat het, als het goed is, allemaal sponsoren, ja. Hey, feestelijke prijs, emotioneel. Ja. En zien we je volgend jaar weer? Ja, wel best. Het is een prachtige waardecheck van €500 van de Stichting Evenementen Schagen. En die is gewonnen door nummer 16, Albertine Apoubé, als ik het goed uitspreek. Apoubé!